Zo'n volk dat nateelt is van materiaal van Kees Haans. Weer een geel raam, dus dat is typerend. Hè? Gebruiken ze weer niet. Klein beetje voer opgeslagen. Maar verder wordt zo'n raam op dit moment weinig gebruikt. Die ramen die heb ik er nu ingedaan om ze te laten uitbouwen voor het voorjaar. In het voorjaar gaan ze die ramen gebruiken en dan gaan er ook oude ramen uit. Zo kan ik al een beetje raamvernieuwing doen. Nou, dan zie je gelijk het volgende raam zit helemaal vol met voer. Het raam daarnaast is wat ik dan het darrenraam noem. Een darrenraam, bouwraam. Dit stuk kun je er dan uitsnijden. Doe ik eigenlijk nooit. Alleen als het te oud is, dan snij ik het uit. Dan kunnen ze nieuw darrenraad bouwen. Maar ik snij geen darrenraad om Vroa eruit te halen. Dat is niet een onderdeel van mijn behandelmethode. Het volgende raad zie ik de koningin al lopen. Dus ik weet dat ze er nog is. Dus dat is fijn. Dat is een peemoer nateelt. Die eerst aangepaard is op Leihoorn en daarna aangepaard is op Ameland. In hetzelfde seizoen. Heel snel achter elkaar. Dit is ze. Dit is allemaal mooi belegd en je ziet dit raam is prachtig nog in gebruik door de bijen als broedraam. Het volledige raam is ook mooi dik nog, dus de koningin is eigenlijk nog in volle leg. En dat is dan weer genetisch bepaald. Ja, dus ik heb lijnen die doen dit niet, die worden nu al heel klein omdat er geen dracht meer is. En ik heb lijnen die gaan echt tot september flink door en bouwen dan af. En voor beide valt wat te zeggen. Je kunt niet zeggen het ene is goed, het andere is slecht. Het zijn eigenschappen. En het ene jaar pakt het ene goed uit en het andere jaar pakt het andere goed uit. Dat is hoe bij je werken. Veel diversiteit, gekkigheid doen, zodat de kans op overleven voor het soort groot is. Niet voor de individuele kolonie. Want die gekkigheid betekent dat ja, gekke genetica vaak het niet overleeft. Aan deze kant weer helemaal voer. Deze kant broed. Dus dit zal waarschijnlijk het eind van het broednest zijn. Dus dan hebben we, ik weet het al niet meer, terugkijken. Dus dit raam dacht ik voer, hè? Ja. Dus dan hebben we drie ramen met broed, waarvan één volledig broed. Dus dat zijn nou zeg 7000 cellen, 5000 cellen, 2000 cellen, 12, 14.000 cellen broed zit hier nog in. Dus dat is best wel flink. 15.000 jonge bijtjes die nog weer geboren worden komende tijd. En het broednest stopt natuurlijk nog niet. Hè? Dus nou, dit is weer een zwaar raam met veel voer. En dan hebben we weer twee nieuwe ramen die ik ze gegeven heb als nieuw raad in de winter. En dan zie je weer helemaal leeg. Klein voerrandje, maar dit is helemaal leeg. Terwijl het raam hiernaast helemaal vol zit met voer. Die bijen zijn nog niet bereid om dat gele raad te gebruiken. Gaan ze wel doen hoor. In het voorjaar. En ook dit raam. Prachtig uitgebouwd, daar ben ik echt blij mee. Ik heb er echt wat wijzigingen doorgevoerd dit jaar om die ramen mooi recht te krijgen. En eindelijk lijkt dat te gaan lukken. En dan zijn we hier alweer klaar. Wat ga ik hier doen? Alleen maar een klein beetje voeren. Het voer mogen ze nog mooi gaan verzegelen. En ze krijgen een beetje eiwitten om die grote, dat relatief grote broednest wat hier is nog goed te kunnen verzorgen. Zodat er gezonde winterbijen ontstaan. Dat is wat op dit moment belangrijk is. En deze lijn ga ik voorzichtig volgend jaar mee natelen. Het is niet meer topper. Maar hier zit wel potentieel in. Ik zie hier wel gedragingen waarvan ik denk dat we ook echt blij van. Maar het was bijvoorbeeld nog geen top honingvolk. Die hebben gemiddeld gehaald. Maar ze bouwen bijvoorbeeld heel mooi uit. Ze zijn heel lief. Met de Vroa gaan ze redelijk om. Niet top, maar gaan ze redelijk om. Dus dit hou ik nog in het programma. Dit faceer ik nog niet uit. Maar het is ook nog niet direct de lijn waar ik mijn toppers van ga maken. Dit is toekomstmuziek.